Yo, Brennus, ik heet Enske en welkom bij deze laatste episode van Road to Dark Matter. Nou, eigenlijk heb ik de Dark Matter camo natuurlijk al sinds januari. Begin januari had ik het al gehaald. Alleen, ik heb de serie een beetje uitgerekt omdat ik het niet leuk vond om al die video's achter elkaar te uploaden. Omdat ik toen echt aan het grinden was voor die camo. We zijn inmiddels bijna in maart volgens mij en dit is dus de laatste episode. Nou, in elke episode heb ik met één van deze klasses gespeeld en vervolgens dus totdat ik als het ware de serie had volbracht. Wat je dus moet hebben voor de Dark Matter camo is je moet voor elk wapen wat je hier kan zien, dus alles wat je hier ziet en al deze wapens, moet je allemaal golden camo hebben. Hetzelfde geldt voor de secondaries en de launchers en dus een knife. Wat je dus niet hoeft te doen zijn de DLC wapens die je dus ziet als classified. En dus ook niet de ranch en al dit soort dingen. Alles wat extra bijkomen is bij de game, die hoef je dus niet te doen. Dus een kleine troost, maar het is nog steeds een hele hoop. En persoonlijk vond ik de launchers vond ik het irritantste. De knife was ook al irritant. Pistols waren op zich prima te doen. En shotguns zijn soms ook best irritant. In ieder geval, dit is dus de Dark Matter camo. Wij gaan hier zo meteen mee spelen. En ik moet zeggen, de Dark Matter camo is enorm vet. Het is op zich de grind wel waard. Simpelweg omdat ik het leuk vond om te doen. Het kost veel tijd, maar je kunt het wel echt heel erg snel doen. Als je het voornamelijk in hardcore doet. Dat scheelt een hele hoop. En wij gaan eens even een match zoeken. Ik weet nog niet wat ik precies ga gebruiken. Ik heb hier een paar klassen staan. Misschien maak ik zo meteen nog wat nieuws aan. En je kunt zelfs zien klassen die ik in eerdere video's heb gebruikt. De laatste video's. Hier die knife challenge video. De ranch. Sniper. Ja, ik speel eigenlijk geen Call of Duty meer. Echt vrijwel niet meer. Alleen nog maar voor opnames. Dus ik ben ook nog steeds geen Master Prestige. Dat duurt ook al forever. En we zullen gewoon even kijken wat we kunnen doen. Ik had gehoord dat de matchmaking een beetje fucked up was. Dus we zullen eens kijken wat we kunnen winnen. Dus tot zometeen. We zijn een match gejoined. En dit is op Exodus. En ik heb deze map nog nooit volgens mij in een video gespeeld. Dus dat is op zich wel leuk. En let's go. Ik heb gewoon de PDW. Of PDW? VMP gepakt. Ik heb geen flauw idee wat er allemaal op zit. Ik heb sowieso geen idee wat voor wapens ik allemaal heb. Ik heb maar gewoon wat gepakt. En het zal wel goed zijn, denk ik zo. Hopelijk. Daar komt sowieso een AR-persoon aan. En die schiet mij echt. Oh, een 100.000 stukjes. Oké. Okay. Fair kill. Niks mis mee natuurlijk, maar. Kut kill. Fuck. Oké. Okay. Ik heb spijt dat ik deze specialist heb gepakt. Alleen die kun je dus niet in-game veranderen. Dat vind ik altijd wel jammer. Ik vind het ook heel erg dom dat ze dat hebben gedaan. Nee, je ontkomt niet aan mijn. Mijn kogels. Er komt sowieso één hier boven. 3, 2, 1. Die mensen blijven achter de map of zo. Mijn geluid staat bijzonder hard. Echt gewoon mijn oren, jongen. Mijn oren die poppen. En ze komen via die kant. 100%. Lekker. Waarschijnlijk ben ik nou. Ik ben altijd degene die als eerste gekillt wordt. Oh, hij is dood. No, 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 no. Ah! Shit. Het wordt pittig gezellig hier. Oké, okay, naar boven. Waarom is iedereen zo bang? Iedereen blijft dan op een afstandje. Oh shit. Nope, ik weet al waarom. Die mensen zitten dan een beetje boogjes te schieten of zo, weet ik veel. Dit is een kleine map. Dit zou in principe een map moeten zijn waarbij ik heel veel kills kan maken. Laten we hopen dat dat ook gaat werken, want ik heb geen idee. Ik ben natuurlijk niet meer zo goed als ik geweest ben. Dat verklaart alles. Schot jij instant headshot? Ah. Ja, één beurt. Maar fuck, wat staat mijn geluid hard? Tyfus. Oké. Okay. Dat is zo leuk aan die M8, hè? Head glitch, bam! Dood. Ook al, head glitch zei hij niet, dat maakt niet uit. Maakt niet uit! Ik zei dat hij head glitch, hij head glitch. It doesn't matter. Wat zijn die mensen eigenlijk? Ze zitten allemaal iedere keer achter bij A. UAV inbound. Oh, er loopt er een onder ons. Ren daar naar de. Godverdomme zeg. Dit is irritant, we moeten echt op die enemies afgaan. Daar heb ik helemaal geen zin in. Sterf nou eens. Ik heb geen zin om iedere keer te moeten gaan zoeken naar die mensen. Maar kijk op de minimap. Ze liggen hier allemaal achter een hoek. Allemaal. Ik kijk hem. Een beetje dingen te lucht schieten. Serieus? Hoe fucking veel kogels? Die recoil, jongen. Die naaide weg. Ik kan dat allemaal niet meer handelen. Ik kan dat niet meer handelen. Ik ben een newbie. Een klein newbietje met een Dark Matter camera. Waarvan iedereen denkt dat ik die geglitst heb. What the fuck zijn jullie hier aan het doen? Stel het je bitches. Zag je ze? Wat is dit voor fucking bende? Wat is er van Call of Duty gekomen, man? Een stelletje losertjes die proberen te glitchen ofzo. What the fuck? Oké, okay, hij is dood. Rest in peace, my friend. Oh, de lag. Ik weet niet of je het zag, maar helemaal poppetje begon te laggen. Oké. Okay. Kom dan. Kom dan. Ja, fuck. Ik ga sowieso dood. Ze willen allemaal die fucking glitch doen. Ik denk dat dat een glitch is tenminste. Want ik zag ze allemaal springen.
Je kan me niet vertellen dat dat heel toevallig was dat ze er allemaal op een rijtje stonden te springen. Dat kun je mij niet vertellen. Dat kun je mij niet wijsmaken. Ik wil nou een AR, want ik wil hier het glitchje. Want ik heb het idee dat ze hier allemaal gaan komen. What the fuck, mijn verbinding, maat? Wat is mijn ping? 50 of 32? Het is al slechter geweest. Ja, doe normaal zeg. Heel mijn beeld zit te haperen als een dolle, man. Holy shit. Oh, hey, er rende wel een enemy. Ik twijfelde. Ik denk, nee, daar zal ik me wel verbeeld hebben. Maar het klopte wel, hè. Friendly UAV inbound. Nou weet ik... Oh shit, dat is friendly. Oeps. Nope, nope, nope. Handen thuis jij. Oké, er komt er hier eentje aan. Wat is dit, jongens? Waarom rent iedereen weg? Hier beneden. Nope, die is ook al weg. Echt waar, jongens. Ik ren, ik ren, ik ren. En ik kill. Ja, check, ik word gewoon gesetbacked. En ik heb geen lag. Lag. Oké, dat woord gaan we in deze video niet meer zeggen. Want ik word er een beetje chagrijnig van dat ik zelf constant zeg, lag, lag. Dus dat wordt vanaf nu niet meer gezegd, oké? Okay? Dat is gewoon schelden. Oh. Alpha. Ik hoorde weer iemand. No, no, no. En ik heb al mijn streaks. Woep, woep. Ik weet zeker dat hier iets moet zijn. Dat moet. Dat kan ik je nou al van vertellen. Ik heb in ieder geval al mijn streakjes. Dus dat is leuk. Ik ben trots op mezelf. Ik hoorde hem. Ik hoorde hem boosten. Losing C. Oh. Save by the bell. Dat kan ik jou alvast vertellen. Maar what the... Dit is een kleine map. Dit is een van de kleinste maps in de game. Een van de kleinste. En dan nog zo weinig kills. Ik kom niemand tegen. Ik sta in het midden gewoon te zwaaien. Hoor, jongens. Lol. Waar is iedereen? Iedereen zegt stik erin, jongen. Lul. Dus. Oké, okay, we hebben in ieder geval onze streaks. Of ik ze ga gebruiken. I don't know. Ik speelde eigenlijk niet echt voor de streaks. Want ik zat gewoon te zoeken naar enemies. Maar ik kwam ze niet tegen. Maar we hebben wel een soort van... Ja, dat is eigenlijk ook met twee. Ik wil zeggen, een soort van groepje. Maar er zijn maar twee kinderen met balls in de clan tag. En de rest is allemaal random. Dus dat kan het ook niet zijn. Wat gaan we doen? Ik pak dit ding. The site. Ik ben een stomme sukkel. Ik had... Die site... Wacht. We doen daar. En dan daar. Ik wil die site in combinatie doen met die... hater. Maar alle enemies zitten nog aan de andere kant van de map. Lopen, 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 lopen. Echt waar. Kom hier, jongens. I need some kills. Jij bent een lul, hè? Ik zie het wel. Gelukkig kan hij mijn bitterballen kan hij niet in de lucht schieten. Want die rollen over de grond. Dus succes met dat. Ze hebben mijn Wraith uit de lucht geschoten. Omdat ze hem zelf niet kunnen halen. Dan doet het zo, hè? Oh. No. Dat was echt zo'n fuck you. Helaas, hij is weg. Waarom cap ik eigenlijk? Ik heb fucking dingen in de lucht. Oh, nou maar, hij is al weg. Waarom kan ik hier niet naar binnen? Naar binnen! Bravo, rennen. Nope, die bitterballen moeten niet ontploffen, dan killen ze mij ook. Dat is zo frustrerend als die dingen jou killen, hè. Dat kan. Dat zal niet de eerste keer zijn. Ik weet niet waar hij riep. Teammate, you saved my life. Holy shit, er was nog een enemy in mijn rug. Ik had er wel veel gekillt, maar ik had die laatste nooit kunnen hebben. Nooit. Je hoort trouwens misschien ook een beetje dat ik last van mijn keel heb. Want echt, soms heb ik echt van die gekke voice cracks. Sorry. Maar, ja. Kan ik niks tegen doen. Ik heb heel het weekend al enorm last van mijn keel. En weer die nieuwe Wraith, waar ik helemaal niks aan heb. Want al die mensen die shit toch uit de lucht schieten. Dus, yay! Dat is zo jammer. Dit is eigenlijk, dit had een goede match kunnen zijn. Als die mensen niet zo pussy speelden. En er rent er eentje. Wacht op mij, makker! Wacht op mij! Jij wacht, het is om mij te killen. Jij wacht, het is om mij te killen. Als dat gebeurde, ging ik spontaan huilen. 100%. Kijk ze weer, hè. Kijk hem weer. Daar is helemaal niemand. Oké, okay. Oh. Waar is hij in? Oké, okay, ik heb weer... Oh, nee. Hier rent iemand. Kom hier, kom tevoorschijn. Ik denk dat ik zo meteen nog een match ga doen. Want dit is natuurlijk niet de meest interessante match. Het gaat om de Dark Matter camo. That's right. Maar ik wil wel een beetje een leuke, goede match spelen. En ik maak gewoon veel te weinig kills. En dan komen die mensen gewoon raar spelen. Ze spelen gewoon alsof ze niet weten wat ze doen.
Echt precies dat. Ik zie ook helemaal geen enemies. Oh shit, daar. Ah! Oké. Die hebben we dood. Zat er hier nog eentje. Zal dit nog steeds het doekje zijn? Ah, ze zijn al dood. Ik heb 38 kills, 2 deaths. Gaan wij voor een nuclear. Ik weet niet of het überhaupt kan nou. De match is bijna afgelopen. En ik wil niet cappen, maar die teammate doet het al, dus. Dan doe ik gewoon mee, jongens. Ik doe mee met deze rage. Hoeveel? Ik heb nou... Oké, 41 kills. Voorbij die 40 mark, dan vind ik het altijd al wel een beetje beter. Ook al, ja, het is nog steeds een beetje een trieste bende, dit. En kills? Nee, waarom... Hey, iemand in de hater. Dankjewel, teammate. Maar we hebben er helemaal niets aan, want die enemies die bla... Oh, shit. Hij is in leven. En hij is al dood. Never mind. Die enemies schieten toch gelijk uit de lucht, dus... Je hebt toch in principe niets aan al die shit. Ja, fuck. De beeld lag een dolle draak. Oh, nog meer energie. Reload! Oké, knal dat ding eens neer. Kom hier! Kom hier, in een rijtje! Kijk eens aan. Dit is onze derde bitterballen regel. Nee! Oh mijn god, ik wou daar nog een hele groep mensen neermaaien. 45-2. Ja, het is een goede match, maar die enemies zijn gewoon... Ik weet niet wat ze doen. Ik weet niet wat ze doen. I don't know. Ik ga gewoon kijken of ik nog een match kan spelen. Want het is een beetje een bende. Het was een beetje een rare match. Wel zaten we op goed maar redelijk lekker streek. Dat mag gezegd worden. Maar ik ga nog een match zoeken. Want ja, die vond ik niet de leukste match om te spelen. Dus tot zo meteen. Ik kom er nu pas achter dat wij net een nuclear hadden gehaald. Dit is zo slecht, jongens. Dit is toch om te janken. Voor de tweede match zijn wij in free-for-all. En dit is gewoon mijn terrein. Dit is wat ik altijd speelde. En dit vond ik het leukste om te doen. Ik had een hekel aan teammates. Dus ik dacht, weet je wat? Waarom speel ik geen free-for-all? Dus ik heb eigenlijk in deze game bijna alleen maar free-for-all gespeeld. We hebben ook weer een ander wapen nou. De Vesper. Een van de betere natuurlijk. Een van de fijnere naar mijn mening. Sommige mensen vinden hem misschien niet zo goed. Omdat hij heel erg snel schiet. En dat is misschien moeilijk om te handelen. Jij jat mijn kill. No, 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 no. Nee. Nee. Nee, ga weg. Ga weg. Oh, dat was scary as fuck. Dat was scary. Mijn wapen was leeg. Dat is dus het probleem. Het wapen schiet enorm snel. Dus als je mist, ben je fucked. Infantry neutralized. Misschien, met een beetje geluk, kunnen we nou weer een nuclear halen. Dat was echt grappig. Ik zat bij die medals te kijken, die aftermatch medals of after game shit. En ineens zag ik van holy shit. Ik had gewoon een nuclear. Really? Ik had daar niet eens door. In ieder geval, wij zitten bijna zonder ammo. Dus, oh, kijk nou, Kuda. Dan gaan we deze gozer even gedag zeggen. Hallo. Tango down. Zo, non Kuda. We hebben twee Kuda's. Dit is fucked up. Hier wil ik nooit lopen. Dit vind ik geen fijne plek. Er is hier iemand met een silence wapen en ghost. En ik heb geen idee waar hij precies zit. Maar hij zit hier ergens verstopt. Want hier ging net iemand dood. En ik zag niks op de kaart. Ook niet door mijn UAV. Waar zijn ze? Dit is altijd een beetje irritant. Als je zoveel aan het rondlopen bent, ik kom niemand tegen. Dan ga je bijna al dood. Iemand schoot in mijn rug. Nope. 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 Reload your weapons. Oké, we achterna zitten. Ik hoorde jou, vriend. Ik hoorde jou. Dat moet je niet proberen, mij. En trouwens, het is double points. Double XP weekend. Fijn. Heb ik heel veel aan. Ik ben trouwens net wel level up gegaan. Ik was level 54 en nu ben ik 55. Ik ben bijna master prestige. Ik zag jou. Oh shit! Hij was al lang... Oh, no, no, no. Hij was al lang naar beneden gesprongen. Dat had ik niet in de gaten. Hij komt hier zo meteen. 3, 2, 1. Oké, fuck it. Ik ga kijken. Ik hou er niet van om af te wachten. Come back. Oh shit. No. Nee. Ah, shit. Dat was risky. Risk it for the biscuit. Ik had achterna gezeten. I know. Teruglopen. Nee, shit. Ik hoor... Jezus Christus, schoot scheef. Ik wist dat iemand achter mij zat, maar die rende op elkaar af en niet op mij. Dat wist ik niet. Oké, schiet eerst hem af. No, no, no. Oh mijn god, ik werd gestunt. Ik werd verdomme net op dat moment gestunt dat ik al die acties zou maken. Waarom schiet ik ineens zo bijzonder scheef? Echt om te janken is dit, zeg. Holy fucking shit. Ik schaam me eigenlijk diep. Wat is er met mijn aim? Zit hier geen grip op of zo? Want ik weet dat ik niet de beste ben. Ik weet dat ik niet de beste ben, maar dit was wel heel erg. Yo, fucking stun!
Ben jij een kleutertje of zo? Stunts gooien is voor kleine kinders. Oh shit, iemand komt in mijn spawn. Ah! Ik zag hem lopen. Ik zag op tier 4 iemand lopen. Maar ik heb zo'n hekel aan mensen met stunts, hè. En ik kan het dan weer aan mezelf blamen dat ik daar een perk voor moest nemen. I know. Maar ik heb geen zin om altijd perks te nemen om enemy shit te counteren. Ik wil ook mezelf een keertje verwennen, hè. Hey, laat mij. Maar nee, het mocht niet. Oh shit. Ik weet niet hoe vaak ik jou moet raken, maar het is absurd. Het is belachelijk. Hij liep terug alsof hij niet gehit was, terwijl ik hem vol geraakt had. Oké, ik heb een subby, maar... Ik raak die mensen zo fucking veel. Dat is belachelijk. Het is belachelijk. Oké, whatever. Hallo. Hallo. Ik wilde net mijn streaks niet inkallen, omdat ik op een flawless streakje was. Maar omdat ik dus dood ging, dacht ik nou... Geef mij dat ding. I want it. Oké, dit ding is awesome. Oh, holy shit, dit ding is lomp. Even wachten, ik hoor iemand links van mij. Ik wil iemand knijven. Hij komt eraan. Wacht. Yeah! Yes! Yes! Ah, payback's a bitch, bro. Ik hoorde hem, hij hoort gelijk zijn stinkstun. Nee, ik kon hem niet slaan, je zag het hè. Ik sloeg, maar ik stond een centimeter te ver weg. Dat was een bitch. En ja, mooi man. Mooi uitzicht ook. We staan 27 om 4. Not bad. Snel. Enemies. I want them kills. Mijn aim is wel heel erg slecht hè. Maar ja, kan mij dus zien. Ik win de matches toch wel. Of ik nou een kogel meer of minder raak, schiet maakt niet uit. Maar in ieder geval, dit is wat ik normaal doe, jongens. Dit is mijn terrein. Free for all. Maar in ieder geval, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Als je de video leuk vond, laat een like achter. De eerste match was op zich een goede match. Maar het was naar mijn mening niet de leukste. Dus dacht ik, doe er gewoon nog één achteraan. Maar om dan weer een hele domination match te doen is een beetje lang. Dus in ieder geval, als je het leuk vond, laat een like achter. Abonneer voor meer. En hopelijk tot de volgende keer weer. Houdoe. Nee. Okay. I'm fucked. Oh mijn god, dat meen je niet! Die vent werd gerekt, die werd zo hard gerekt. Dat is mijn kill. Kom hier. Yes, come on! Rennen van mijn lemmel. Holy.